Hey, moet ik het zeggen als de prik komt? Ik vind het wel leuk dat jullie gewoon aanbieden om te filmen. En toen zei ik... Goedemorgen iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik heb de afgelopen week een superleuke week gehad. Alleen maar gekkigheid, alleen maar lol, alleen maar genoten. En vandaag is weer even de reality check. Vandaag is de dag waar het allemaal van gaat afhangen. De venogram, de scan in het ziekenhuis. Als het goed is, krijg ik vloeistof ingespoten. Dan maken ze een röntgenfoto. En dan lichten mijn ader op de röntgenfoto. En dan kunnen ze zien of er draden bij kunnen. Dus dat is het vandaag. Daar is die scan allemaal voor vandaag. Dus ik zou eigenlijk alleen gaan, maar ik ga even mijn paal ophalen. Ik ga er zo vandoor. Ik heb nog, dik 20 minuten heb ik nog wel. Ik denk dat ik alvast even eerder ga. Ik kan nog even een bakje doen met mijn pa. Maar na de scan betekent het niet dat de gekkigheid ophoudt, jongens. Want Roy was vorig jaar in december jarig. Het is nu september, dus het is in principe al bijna weer december. Het scheelt nog even, maar als je hoort wat ik ga zeggen, dan snap je wat ik bedoel. Zijn verjaardagscadeau met zijn vriendengroep, een bierproeverij, gaan we nu pas doen. Vanavond. Hartstikke gezellig. Zo, goedemorgen. 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 En ook heb zo zijn eerste rijles. Yes. En je bent er ook bij, hè, met het bierproeverij. Zeker weten. Domme vraag trouwens, natuurlijk is ook er daarbij. Domme vraag. Nou, ga je nog even leren zo ook? Of ga je gelijk... Nee, ik ga even mijn kladje doornemen waar ik hem ook allemaal heb opgeschreven. Die ga ik zo even doornemen. Ik heb gisteravond na het sport ook nog even doorgenomen. Hij is over een half uur. Oh, komt eerder? Hij is om 10 uur. Oh, ik dacht dat je zei 11:30? Nee, van 10 tot 11:30. Oh, van 10 tot 11:30? Ja. Ik dacht, hij staat nu eerder op om... hier lekker verder te leren. Nee, hij is er over een half uur. Helemaal goed, jongen. Nou, veel plezier. Ik zie je zo. Ja, thanks. Oh, die was very good, very nice. Succes. Dankjewel, maat. Ik ga struk, dus straks misschien kom ik terug van het ziekenhuis en dan rij ik op de weg. Zie ik jou ineens in de auto zitten. Ja, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen, ja. Dat zou best kunnen. Wat zou ik helemaal leuk vinden. Veel plezier, maat. Je moet naar de volgende dag het Tigo aan kijken. Ja, kom goed. Ik weet hoe die eruit ziet waar je gaat lessen. Goed. Veel plezier straks. Nee. Yo! Weet je wat ik eigenlijk aan het doen ben? Ik ben eigenlijk... Wat ik probeer... Even precies daar helemaal tussen, weet je wel. Ik ben mezelf echt aan het voorbereiden. Dus wat ik aan het doen ben, ik probeer elke nacht voldoende slaap te pakken. Als er een feestje is, of kan ik beter eigenlijk zeggen gelegenheid, even geen bapies en drank. Ik ben me heel erg aan het inlezen. Ik heb voordat ik ga slapen, heb ik een boek. En het boek gaat eigenlijk over de kunst van discipline. En ik hoop dat ik misschien iets kan zien of kan lezen... Waar ik iets aan heb eventueel. En anders, ja, kennis is altijd welkom natuurlijk. Dat boek heeft heel veel wijsheden en laat zien dat discipline gewoon altijd doorgezet moet worden. Ook als je gewoon mindere tijden kent. Wat natuurlijk eventueel zo zou kunnen. En mocht het zo zijn dat die uitslag van die venogram niet zo goed mag zijn. Dan ga ik ook met mijn ouders kijken naar Second Opinion. We hebben heel veel zitten lezen online. Dus ik voel me eigenlijk een beetje een soort soldaatje die zich voorbereidt op een oorlog. Ik ben gewoon me aan het voorbereiden op de strijd. En dat wil ik zo goed mogelijk doen. En ik ben heel gemotiveerd en heel gedisciplineerd. Kijk, daar is hij al hoor. En die mensen om mij zijn natuurlijk ook belangrijk. Zo, ik ben lekker op tijd. Ik denk dan kan ik nog heel veel praten met jullie. Ja. Oh. Hey Bo, hallo. Hey schat. Ja, kom, we gaan naar de woonkamer. Ja, die staat er echt fantastisch mooi bij inmiddels, zeg. Oh, en we genieten er zo van, Don. Ja. Nou, echt. Okay. Feestje, het is echt... Maar maak je, als je nou de goede bonen hebt, maakt dat uit? Ja, heel erg veel. Want ik zag bij jou ook een draaischijfje zitten van de week. Dat dacht ik nog. Jouw koffie kan ook veel beter door dat draaischijfje. Ja, je kan hem op grof gemalen of heel mild gemalen zetten. Maar dan moet je steeds dezelfde boon nemen, want het wisselt dus per boon. Ik ga zo lekker bakje voor je zetten als je terug bent. Dan krijg je echt een cappuccino, hè? Bobo, dan gaan wij heel veel knuffelen, want wij moeten gaan. Oké. Okay. Nou, Don, tot zo. Tot straks? Ja, tot straks. Dan gaan we. Een kwartiertje rijden, ongeveer iets langer. Naar Leiden. Wat is dat? Word je gebeld? Ja, ik word gebeld, ja. Nou, laat maar gaan, want ik heb mijn handen vol. Wat is dat voor ringtoon dan? Soort alsof je een spelletje uit de jaren 90 opstart. Ja, die bel ik zo wel terug. Hoi. Bij die röntgenfoto ga ik even proberen te filmen met mijn telefoon. Ja, waarschijnlijk mag ik die niet vasthouden. Dan even een shotje maken, pa. Ja. En dan, ik film liever met mijn telefoon, want die is natuurlijk al helemaal verrot. Dan ben die camera's nog nieuw. Maar met die straling, je weet het niet. Voor de zekerheid. Ja, lijkt me een goeie. Ik weet in ieder geval dat deze camera niet van straling houdt. Als ik mijn inductieplaat aan heb en ik zet deze camera aan, dan gaat mijn audio gewoon alsof ik in Tsjernobyl ben. Zo goede content. Tsjernobyl in huis gewoon. Ja. Die inductieplaat komt natuurlijk heel veel straling vanaf. Maar als ik dus mijn camera bij mijn inductieplaat heb en die staat aan, dan gaat hij helemaal... Dus laat staan echt röntgen natuurlijk. Dus ik kan dat beter
Beter even niet doen. Het is gewoon een telefoon. Nou, we rijden nu de ding binnen. De parkeergarage. Aan de telefoon werd gezegd, binnen een kwartiertje is het gepiept. Dus we gaan eens even kijken of dat zo is. Oké, we moeten naar 9C. Een briefje. Ik heb net aangemeld met mijn ID. Het is hier niet gehobbeld, hè, pa? Hé? Geen bobbels, niks? Het is een platte grond. Ja. Ja. Ja, maar dat kunnen ze beter hier opleggen, want dat is plat als een platte muur. Ik heb natuurlijk nog nooit een venogram gedaan. Nee. Maar ik krijg gewoon een doktersoutfit. Ja, lijkt het. Nee hoor, helemaal niet. Nee hoor. Wat moet, dat moet, hè? Ja, dat is zo. Maar ja, zo vervelend toe. Ja, het is niet... Je hebt het niet voor het kiezen, maar... Nee, precies. Zo, word ik in dat bed meegenomen of moet ik... Ja, je mag in dat bed. En je gaat ook met het bed inderdaad naar de badkamer. Oké. Nou. Ja, maar, zo ligt ik straks uit. Maakt ook niet, jullie niet uit als jullie stem op beeld staat? Oh, nee. Hoor. Nee? Oké. Okay. Ik verhaal dat even netjes. Ja, zo vervelend als je dat dan achteraf... Ja, ik heb het één keer gehad. Terwijl het was een miscommunicatie. Oh. Ja, terwijl ik had wel gevraagd. Maar... Ja. Hey, moet ik het zeggen als de prik komt? Nee hoor, doe maar gewoon. Doe maar gewoon, ja. Ik heb ze al zo vaak gehad. Ja, ze liggen inderdaad wel mooi ervoor, dus dat scheelt. En dit is dat, is dit bloedafname? Nee, of is dit het vloeistof? Ja. Het was vloeistof. Nee, we gaan hier nog geen contrastvloeistof door doen. Maar dit is meer voor de katkamer daar, want daar willen ze via het infuus de contrastvloeistof doorheen spuiten. Okay. Dit is, ja, wij prikken het zodat ze dat daar niet hoeven te doen. Ja, maar ontspannen hoor. Ja. Super. Dit is dus alleen wat water. Om het even door te spoelen. Even doorspoelen. Ja. Ik gelijk gehydrateerd. Ja, precies. Maar sommige mensen die proeven het dus wel. Het is natuurlijk gewoon een beetje water met zout. Zou ik het nu kunnen proeven? Ja. Als ik, ja, als je het doorspoelt zo. Ja. Maar sommige mensen hebben dat niet. Proef je het al? Proef het nog? Ja. Ja, echt? Proef het nou. Oh, ja. Oh, wat gek. Dus toch? Ja, dat is wel echt raar, ja. Wow. En ook echt heel goed. Ja? Oh, het lijkt of ik iets in mijn mond heb, maar dat heb ik niet. Nee. Ja. Oh, dat is heel gek. Sinds wanneer heb je een pacemaker? Sinds mijn 9e. Oh ja, dat is al lang. Ja, best wel lang, ja, 24 minuten. Je bent al een beetje gewend. Ja, dat is een soort standaard procedure. Alleen het verschil is nu dat ik niet weet hoe het gaat lopen met die draden. Die draden zijn versleten. Het is een beetje spannend meer voor de uitslag, denk ik. Het is wel spannend natuurlijk. Ja. Dus, maar ik ben niet bang of zo. Spannend blijft het altijd. Maar je weet, ooit kan het een keer gebeuren. Dus, ja, dat is waar. Gewoon jezelf mentaal afharden en dan zie je het wel, hè? Nou, dat is zo, ja. Gaat wel goed komen. Ja. Tuurlijk. Ik heb een polsbandje bij je om. Ik ben wel gegroeid, gelukkig. Gelukkig wel. Ik pas niet meer in die bedden. Ja, inderdaad. Zo, wat heb ik zo wat gelegen, kijk. Toen lag ik altijd gezellig op de kinderafdeling met Mohammed, fucking gouden gast. Daar heb ik wat mee gechilled. Die was aangereden door een vrachtwagen, die jongen. Ik heb hem daarna nooit meer gesproken, maat. Ik heb geen idee of je dit kijkt. Het zou kunnen, waarschijnlijk niet, maar gouden tijden waren het. Die is gelukkig ook helemaal goed hersteld. Die zag er ook niet uit, hè. Zo, die had een klap gehad. Dus nou, ik moet dus in dit bed, moet ik zo blijven liggen. En dan gaan ze de foto maken. En ze zeggen, Paul, jij moet hier blijven volgens mij. Dus ik denk niet dat dat gefilmd kan worden. Moeten we even kijken. Ja, maar jij wou dat met je telefoon filmen, toch? Ja, maar ik weet niet of dat kan. Nou, we zien het wel even. Moet je even overleggen zo dan. Ja. Die camera geeft storing. Waarschijnlijk, omdat er sprake is van runchen. Maar met je telefoon... Kan je hem op airplane mode zetten. En dan kan je filmen. Dat heb ik al een keer eerder gedaan. Doe ik ook met je telefoon. Met röntgenfoto's, ja. Dan zet je hem op airplane mode en dan mocht ik filmen. Dat was toen. Ik weet niet of dat nog steeds mag. De techniek blijft ook vooruit gaan natuurlijk. Nou, lig je dan? Lig ik dan. Vind je wat? Ik vind het wel best. Moet toch gebeuren, hè? Ik vind het vooral leuk dat jullie gewoon aanbieden om te filmen. Dat waardeer ik gewoon. Nee, maar ook nog echt van mijn beest volgens mij of zo. 2 tot 6 uur per dag. Nou, ik ga het vloggen. Ja? Ja, joh. Hartstikke leuk, man. Zo, terug. Ja. Ik kom mijn pa gelijk het mooie nieuws geven, jongens.
Dat ja, ik moet me nu gaan omkleden, want ik ga zo door elkaar of ik naar huis mag of niet. Dat is het beste nieuws dat we konden krijgen, dat heb ik gekregen. Dus daar ben ik zo fucking... Oh, daar ben ik zo blij mee. Wow, ik ga me omkleden. Zo, kijk, kunnen we dit even... Dit gaat eruit gehaald worden. Allemaal lekker. Ja. Die linker, die zit er goed in hoor. Potverdikke. Waarom hebben ze het aan twee kanten gedaan dan? Ja, om zoveel mogelijk vloeistof. Ze hebben zelfs nog bij moeten dienen. Ik mocht gelukkig ook een beetje filmen en zo. En iedereen vond het goed. Ik heb helemaal gevraagd. Dus dat was hartstikke fijn. Ze hebben wat gefilmd met mijn telefoon. Dat was goed, joh. En allemaal hele leuke mensen. Ja, nou, dat ging allemaal heel soepel eigenlijk. Ja, heel soepel. En dan het belangrijkste, de goede uitslag. Ik ben wel heel blij mee. Het beste nieuws wat ik kon krijgen. Ja. Dat had ik niet verwacht. Echt, ik ben zo blij. Zo dankbaar. Ik ook. Zo snel maar naar Ma zo aan het vertellen. Ja. Die zit met warme broodjes te wachten. Ja, nou misschien moet je er al even bellen. Want die zit, ik belde wel zo in de auto. Ze hebben me net al een paar keer geappt. Ja. Dus je zit ook, of dan stuur er even een appie, alles is goed of zo. Ja. Want ik ga nu geholpen worden weer. Oké, jongens, ik ben weer vrij man, ik mag weer gaan. Eigenlijk, dit is een van de beste uitkomsten die ik kon hebben. Niet de allerbeste, maar het zit dus zo, wat je net zag. Ik moet even kijken wat er precies in komt en wat niet natuurlijk. Want ik heb even netjes gevraagd aan de artsen van... Hey, wie wil erop, wie niet? En vinden jullie dat erg en zo? Maar ze waren super positief en enthousiast. En één wilde zelfs helemaal filmen en zo. Dus dat was super leuk. En dat maakt het proces ook even wat meer, ja, gezelliger, leuker, hoe je het noemen. Maar ik heb eigenlijk zo goed als de beste uitkomst gekregen die ik kon hebben. Dat is dat mijn ader waar mijn draad doorheen lopen, dat die nog wijd genoeg is voor twee nieuwe. Vooral aan het begin en het laatste stuk heb ik één bochtje hier ergens die misschien nauw zou kunnen zijn. Dan kunnen ze tijdens de operatie, mocht die te nauw zijn, nog met een ballonnetje dat proberen wat open te zetten. Een speciale techniek. En in het allerergste geval lukt dat niet, moet die rechts. Dus het is nog wel ergens met een risico. Dan wordt de hele pacemaker en draden overgeplaatst naar rechts. Althans, nieuwe worden geplaatst. Dus dat is het enige risico een beetje. Dat doen ze liever niet natuurlijk. Maar het ziet ernaar uit dat het gewoon allemaal gaat lukken. Dus het perfectste was geweest als alles helemaal open was. Maar er zit gewoon één bochtje in die misschien tricky wordt. Maar zoals de cardioloog het zei en zag... Komt het helemaal goed? Ja, want dan kunnen ze met een ballonnetje kunnen ze dat wat wijder maken en dan gaat het alsnog lukken. Ja, ze zegt, wat had ze nou nodig, hoeveel ruimte? Ze zei het net nog. Een muizengaatje of zo? Een muizengaatje, ja. In ieder geval heel weinig en dat hebben ze zeker. Nou, ik weet niet, heb je ooit ingelezen over muizen, hoe die helemaal kunnen uitrekken? Ja. Heb je daar wel eens een x-ray van gezien hoe dat gaat? Dan hebben we weinig nodig. Die lijken alsof die dieren geen botten hebben. Ja. Dus nee, ik ben heel blij, ook als vader, met dit nieuws. Ook opgelucht. Eigenlijk dat is een beetje de beste uitslag mogelijk. Dat het uit de bus gekomen is. Helemaal goud. Ga snel Ma vertellen, kom. Ja. Althans, Ma die weet het al. We hebben een appje gestuurd. Maar dat die, is allemaal die goed. Wil natuurlijk, die wil het gelijk allemaal weten natuurlijk, hè, moeders. Ja, en die gaat gelijk vragen stellen. Die gaat weer huilen van blijdschap, denk ik. Het is dus nog wel met een risico. Maar ik ben al zo blij dat ik geen chirurgische ingreep moet. Wow. Nee, want dat is een veel hoger risico. Nou, dat is ook gewoon fucked up. Dat is een heel ander soort ingreep. Daar zit je helemaal niet op te wachten. Zo. En daarom is het belangrijk om je nooit uit het veld te laten slaan. Want het kan ook meevallen. Het hoeft niet altijd tegen te zitten. Dus ik heb echt geluk. Bedankt universum. Bedankt artsen. Bedankt alles. I'm a happy man. We gaan lekker naar huis. Yes. Oh. En de vraag was, wanneer word ik dan geholpen? Eigenlijk zo snel mogelijk. Dus gaan we gewoon op de lijst zetten, zeiden ze. Nou, dan bedoelen ze gewoon op de patiëntenlijst, denk ik. En dan kom ik in een wachtrij. Ja. En zo snel mogelijk. Dus het kan over een week zijn of over twee weken. Of we zien het wel even. Of over drie weken. Ik krijg het vanzelf te horen. Maar snel in ieder geval. Geldt alsnog dat ik gewoon dan 6 weken mijn armen niet omhoog moet doen en dat ik er even uit lig. Maar het is een fijne ingreep, laat ik het zo zeggen. Ik ben hier heel blij mee. Een van de minst ingrijpende. Minst ingrijpende. Dat is wel belangrijk. Ze moeten ingrijpen, maar het is niet al te ingrijpend. Bobo, zijn we weer. Nu kan ik je even aandacht geven, meis. Maar zo goed als de beste uitkomst die we konden hebben, hebben we gekregen. Ik heb jou net geappt met dat alles goed is. Dat er is waarschijnlijk genoeg ruimte. En we hebben het echt over gehad, over draden verwijderen nog. Andere ingrepen heb ik met mijn cardioloog gehad. Maar er is waarschijnlijk ruimte genoeg. Nou, dat is... En met een ballonnetje, op één plekje is het misschien moeilijk. Maar dan kunnen ze met een ballonnetje het openzetten. Okay. Dus daar gaan ze vanuit dat het ook goed komt. Dus ja. Het zou kunnen zijn dat mocht het toch niet passen, dan gaat hij rechts. Maar geen chirurgische ingreep. Maar ja. Ze gaan ervan uit dat het gewoon lukt. Ja, en wat bedoel je met geen chirurgische ingreep? Geen klepje maken, geen snee in mijn borstbeen. Oh, ja, niet dat het draadje op het hart komt. Ja, goed, ze blijven erin. Oké, nou, supergoed. Ja, dus nu moet ik heel veel water drinken om die vloeistof uit te zeiken. Het voelt heel gek, dat spul. Ja. Dus ik ga even goed water tappen en dan even lekker zeiken de hele dag. Hè? Oh, daar...
het allemaal goed maar. Hè? Ja. Als het helemaal goed komt, dan komt er toch een andere uitslag. Dan komt het goed. Ze hebben bij mij echt gekeken met een heel team. Nou, hoe gaan we dit aanpakken? Dus echt met ook specialisten, ook een specialist voor eventueel draden verwijderen. Maar ze hebben gewoon met een heel team hebben ze overleg gehad. En dit is gewoon de beste uitkomst voor mij. Gewoon draden bijplaatsen, niks weghalen. Die oude draden, die doppen ze af, die laten ze zitten. Die worden weggewerkt in de pocket, heet dat. Althans, dat is waarschijnlijk hoe ze het doen. Ze zien het allemaal wel tijdens de operatie, dat is het ook. Tuurlijk, dit is nu eindelijk verlossend en definitief. Je hebt goede vaten, het kan linksom, rechtsom. Zo is het. En draait gaat dus niet. Nou, ja, dan. En om maar een spreekwoord te gebruiken, wat in het vat zit, verzuurt niet. Zo. Nou, zo toch wel. Ja, ik heb een klein bakje had ik gehaald, maar voorbij het bakkie. Ja. Nou, waar is het dan? Lekker. Nou, kom op. Je vader die zit in zijn limbische En dat ik nu gelijk uitslag krijg. Ik denk normaal duurt het eeuwig, maar ik zag ze in dat hok staan. Ja. Ja. Ik lag ze op dat bankie. En ik zag ze kijken en ik zag die gezichten en ik dacht, oh god, het wordt gewoon goed nieuws, wacht even. En toen kwamen ze binnen en toen keken ze heel zakelijk, weet je, heel formeel. Het was van, ja, waarschijnlijk gaat het wel passen. En toen kreeg ik de uitleg en ik dacht, wow, ik heb gewoon echt een goede kans. Nou ja, en ook, want oma appte ook, ze nou, stel je maar weer in, dat we weer heel lang op een uitslag gaan moeten wachten. Nee, we kunnen het iedereen gelijk laten weten, zo. Nou, even gewoon eerst chappen. Even eten. Even chappen, even lekker bakkie. Even boven, kom maar. Dan ga ik jou uit. Laat jij Don eens even zien dat ik ben tegenwoordig in huis woon met een barista. Eerste klas. Ja, dat komt allemaal goed, maar. En al, ik ben was hartstikke positief, maar ik heb wel even een ontlading dat het echt goed komt. Het komt ook goed. Het komt goed, schat. Het komt altijd goed. En al is het toch, en wordt het toch wel ingrijpend, waar we niet van uitgaan, maar dan alsnog het universum, die test mij, ik test gewoon terug. En anders niks. Ik wil mijn camera ook op mijn glas water zetten, maar dat wordt hem niet. Hey Bobo, je draagt ze de hele dag die sokken, maar doe je ze ook een keer aan, of niet? Ik zal even mijn moeders koffie testen. Van een mooie apparaat. Dat is het eerste keer dat ik een bakje hierin. Zal ik hem even keuren voor je moeders? Kijk eens, hij gaat nou heel goed te drukken. Ja. Hij is heerlijk. Dit is echt Echt lekker, hè? Ja. Helemaal fijn. Horeca kwaliteit. Maar, meen je het echt? Ik meen het. Ja, als ik het niet te zuinig vind, hoor je het ook. Kijk eens, hier loopt hij, hè? Lekker, hè? Hij staat ook echt goed bij de keuken. Kijk, en dat doe je zo. Trotse vrouw, hoor. En dan heb jij een cappuccino of niet? Godverdikkie, domme, ben ik opgelucht. Ja. Ik had wel vertrouwen, maar een beetje met dat dradenverhaal. Ja, joh. Goeiedag. Ik heb goed nieuws. Okay. Ik heb goed nieuws, oma. Opa er niet bij? Ja, ik ging mijn auto halen. Oh. Ik dacht dat je was. Ja, ik was er. Alles is goed. Dus ik kan gewoon geholpen worden. De draden gaan passen. Ja, alles is goed. Dus kom op. Kan het er langs? Hoogstwaarschijnlijk wel. Ja. Heel grote slagingskans. Ja. Ik zal het fijn er zo even van uitleggen. Dan loop ik ook even langs opa. Ja, of ik moet opa even bellen dat hij hier naartoe komt. Als hij de tijd hebt, ja. Ja, hij, hij moet zo ver lopen, hè, die 20 meter. Ja, oh, dag van morgen. En ik was de hele tijd gerust. Toch? Maar ik zei vanmorgen tegen meneer een aai over de bol en nog eens van laat het er langs gaan. Heb je kaarsen toch nog maar geholpen misschien, oma? Eh? Als opa er is, zal ik even het fijne ervan uitleggen. Maar. Zullen wij even bellen? Ja. Walkie walkie! Was het? Goed nieuws! Ja? Het gaat passen waarschijnlijk. Yeah, man! Let's go, fuck goed nieuws, ouwe. Hoogstwaarschijnlijk wel. Beter. Hele grote kans van slaag. Ik zal het fijn zo uitleggen. Maar hoe was je rijles? Fucking goed. Hoe ging die? Fucking goed. Ik was op een gegeven moment klaar met rijden. Hij zei, ik heb goed nieuws. Hij zegt, wat wij vandaag allemaal hebben gedaan, doe ik meestal in 3 dagen. Dus helemaal zelf rijden, 3 pedalen, knipperlicht, alles zelf schakelen. Al op een 80 weggereden. Echt door heel Nieuw-Vennep heen gereden. Goed bezig, maat. Ja, man. Dus hij zei van, je bent net Jorg. Die deed ook zo goed, weet je. Wat goed, maat. Ja, man. Leuk. Dat moet een goede motivatie zijn, of niet? Ja, man. Als het zo door blijft gaan, dan heb je niet zoveel lessen nodig als dat je dacht. Nee. Dat is mooi. Ja. Nee, dat scheelt geld, tijd en vooral sneller plezier. Hij stond hier voor om 10 uur. Ik moet meteen instappen. Ik moet meteen wegrijden. Ja? Oh, is dat geen andere leerling? Nee, ik vond het ook echt leuk. Ik vond het gewoon jammer dat de rij af was gelopen, zeg maar. Zie je mooi glinst er in je ogen. Ja. Vond hij inzicht ook al gelijk goed? Ja. Blij voor je, man. Ja. Weet jij hoe laat wij naar Hooi moeten?
Ja, Roy zei als jullie zin hebben, om 3:30 komt wel komen of zo. Ja, maar hoe laat is echt nodig? Want ik heb echt nog best veel te editen, want het onderzoek duurde veel langer dan ik dacht, gast. Ja, ik dacht ook al, waar blijf je? Moet er om 5:00 er al zijn? 5:00. Dan ga ik tempo maken, ik moet nog best veel editen. Ja. En desnoods, ja, ik ben toch de Bob, dus dan maakt niet heel veel uit. We hebben een eigen auto natuurlijk. Ja. Maar ik vind het voor Roy leuk als we er gewoon netjes bij zijn. Ja. Zo, het is lekker grauw vandaag. Maar kijk eens, de moestuin die staat er gewoon nog steeds goed bij. Ja, als die even scherp stelt, hoppatee. Zo, ik ben zo dankbaar voor deze dag. Wow jongens, dit maakt toch wel even heel veel uit hè. De verpleegsters en de artsen die hebben me zo ontzettend relaxed en fijn ontvangen. Heerlijk dat mijn vader mee was. Ik ben blij dat mijn familie ook zo blij is. Ik had ook van iedereen appjes gehad, ook van ooms, tante, neven en zo allemaal. Van de meeste vrienden wel. Dat voelt gewoon heel goed, die steun en al jullie support. Ik heb zoveel mogelijk berichtjes proberen te lezen natuurlijk onder de vlog dat ik het zei. En ik ben gewoon een geluksvogel, ik zeg heerlijk. Dat had ik anders kunnen gaan vandaag, maar daar denken we niet meer over na. Het is allemaal helemaal goed gegaan. Even gewoon lekker bij stilstaan. Even, het is even goed zo. Weet je wat? Ik vreet er een framboos op. Ik zie dat er een paar rijp zijn namelijk. Lekker is en die kringen. Kijk, zo plukken zo. Hop, glijdt er zo vanaf. Zo, na een paar crashes om mijn computer. Helaas de vlog te laat. Dat ding crasht de hele tijd. Hij wilde niet renderen. Super vaag. Ik heb het opgelost. De vlog staat ingepland voor 6:00 nu. Dus het komt een uurtje te laat vandaag. Maakt niet uit. Dat zei ik al. Maar dat maakt niet uit. Dat zei ik al. Maar dat maakt niet uit. Om 5:00 bij Roy, 17:30 komt de taxi ons brengt en weer ophaalt. Ballen voor de wij! Wij gaan met de war. Ja, wij gaan apart jongens. We hebben uitgekeken dat als we met hun mee moesten, dan waren we minimaal 2,5 uur onderweg. Dan moeten we eerst naar Purmerend, van Purmerend naar Haarlem, van Haarlem naar Purmerend, van Purmerend weer terug hierheen. Ik ga toch bobben. Ja. Aangezien de hele situatie natuurlijk. Dus ik doe mee voor spek en bonen. Zo is dat. Je moet dat nummer eens filmen. Er komt geen einde aan het nummer, joh. Wat is die lang? Hé, hey, Okke, wat is jouw favoriete plek op een dartbord? Een triple. ik ga bier drinken. Kijk eens. Daar ga ik vanavond staan. Bye. Feestweek. We zijn op locatie. En het gerucht gaat dat we in een oude kerk zitten. Okke, waar moeten we heen dan? Aha. Ik wist dat het die kant was. Het is echt een kerk. Kijk. Gezellig hoor, zitten met alle mannen. Maar ze dachten, we doen niet alleen het tapijt op de vloer, ook gaan op de muren en het plafond. Er staat 20 bier. 20 bier moeten ze gaan tappen. Dit is hun tweede nu. Dus ze moeten het nog, hierna nog 18 wegwerken. Wat noem je een dier die zij gaan bier maken? Nou, krachtbeer. Ja. Die dokter die mij vanmiddag hielp zegt, ja ik moet toch nog een keer kijken hoor, ik ben helemaal de draad kwijt. Ja, goede draad er maar mee. Oh. Deze wordt gewoon even een keer gebouwd met de telefoon. Dat ik ook zei van, kan je niet overgaan op de wifi, gewoon draadloos. Oh ja, toen zei ik nog, wat is er met je draadloos? Ja. En dat ik zeg van, wat zei ik ook weer? Ja, ze zei dat het een makkelijke operatie zou worden, maar de cardioloog. Oh ja. En, dat ik, en toen zei ik, god ik hoop dat ik daarna wel fit ben, dat ze niet over mijn cardioloog. Dit was letterlijk. Wat waren de eerste keer dat hij mij dat vertelde. Ja, ik belde Roy op om het slechte nieuws te brengen. Eind zat ze toen gewoon tering aan te lachen. Ik zeg tegen Roy, nou, het zou kunnen dat mijn hele leven verandert. Ik moet misschien chirurgisch geholpen worden. Echt 5 minuten later zit gewoon te janken en niet eens van ellende, gewoon van het lachen. Gewoon fucking mooi hoor. Zoals ik krijg er bijna hartstilstand van. Ik zou op een gegeven moment Roy moeten kappen man, die klopt dus niet. Die DJ, hè, het ging niet zo goed. Maar met zijn hart wel. Met zijn hart. Volgende pils, 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 pils. Er komt alleen maar pils. Pils, iemand heeft met AI Roy zijn stem nagemaakt en het klinkt gewoon. Ja, dit is echt zo'n lekker. En hij zingt hosselen van boef maar dan met Roy zijn stem. Ja. Maar het lijkt niet eens AI, het lijkt wel echt. Mag ik je wel een stukje mijn vlog doen? Ja, je mag het helemaal hebben. Ik stuur hem naar, ja, stuur naar mij. Ja. Wow. Oké, dames en heren, geniet van Royalistic met Hosselen. Elke wijk die ik moet te dealen, ik ben op kolkakkie, nee, ik moet mijn brood verdienen, broeder. Niks veranderd, ben gewoon met die vatsen.
haten mij als ze tonen liefde. Maat, even serieus. Heb jij niks ingesproken? Ik heb hier niks mee te maken. Nee. Ik heb hier niks mee te maken. Maar dit ben je tegengekomen op TikTok? Ja. Eet, dit moet ik hebben. Maat, dit is eng. Gezet. Mensen gaan helemaal stuk. Ja, ik ook. Ja, het is hoe echt kan dit? Ik ga het nu naar je door. Ja, stuur het door naar hem. Hoe kan dit? Maat, weet je hoe eng dit is? Dit is en grappig. Dit is heel grappig. Is maar het is wel heel eng. Ja. Eentje, iemand heeft het ook gemaakt met de volledige versie van Year of Summer. Ook nog? Ja, dat AI, weet je wat Ice Cube, die rapper ken je wel toch, gezegd heeft? Ik klaag iedereen aan die mijn stem gebruikt in AI, heeft hij gezegd. Wie heeft dat gedaan? Ice Cube. Echt? Die heeft dat gezegd. Ja, als hij het gaat doen is twee, maar... Oh god. Wow, het is AI. Jij zingt beter. In het echt. Jouw eigen stem is beter dan AI in dit geval. Wow. Bizar, hè? Het is wel heel ziek. Kan niet. Het is echt insane. AI, waar gaat het heen? Het gaat naar een punt dat jij dus gewoon... dat jij dus gewoon gelinst kan worden voor iets wat jij hebt gezegd, wat jij helemaal niet gezegd. Er komen veel zaken van smaad en laster, dat weet ik wel. Ongekend, bro. Ik moest zo hard lachen, maar vooral omdat het zo raar klinkt om mij met zo'n rap-accent dat te horen. Ja, dit heeft ook, het heeft ook een beetje dat... Het heeft dat straatachtige. Ja, nee. Dus dat is zo nee, raar. Als iemand kaaskop is aan deze tafel, ben jij het wel. Ja, inderdaad. Dus dat klonk zo gek. Of zo? Mai! Yo. Het was super gezellig nog even. Alleen maar bijgeluld eigenlijk met iedereen. Hey, anders niks. Eens kijken of er nog een mooie te vinden is voor vandaag. Okkie die is lekker hier het dorp in. Faceweek hier, die is lekker gek doen. En ik heb lekker zitten editen. Oké, eentje die we eigenlijk allemaal wel kennen. Maar, wat betekent het eigenlijk? In zijn sas zijn. Als iemand in zijn sas is, nou dan weet je eigenlijk al wat je bedoelt natuurlijk. Maar, wat is nou een sas? Een sas is een sluisje. Iemand die dicht bij zijn thuisplaats is en voor de laatste keer van waterniveau moet veranderen, is in zijn sas. En het voelt dus erg prettig. Punt schip. Dit is de eerste fout die ik gevonden heb in dit boek. Kijk. Kijk, hier zo staat hij in zijn sas zijn en aan het einde staat gewoon schip. Ik had dat nooit geraden dat sas sluisje is. Nou, we gaan hem ook afsluisen deze vlog. Het was een hele lange dag. Een hele fijne dag. Dat kan ik wel zeggen in ieder geval. Niet alleen ook voor mij, ook voor mijn familie. Natuurlijk voor de vrienden. En ik hoop dat jullie er ook blij mee zijn, want dat gaat natuurlijk heel veel schelen met de vlogs. Mocht je een vaste vlogkijker zijn. Ik ben er enorm blij mee. En ik ga er lekker van slapen. Ga mijn vlekken opfrissen, ga ik naar bedje toe. En dan morgen weer een nieuwe dag. En als ik het natuurlijk weet wanneer ik geholpen word, laat ik het jullie ook direct weten. Dit was de vlog. Tot morgen om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Laat toppers.